Hi, welkom bij mijn vlog alweer. En ik ga jullie een kleine collectie laten zien wat ik heb. Tijdens onze vakantie in Mallorca zijn we ook een dagje geweest shoppen in Palma. En om hier een beetje te paaien, mocht ze een cadeautje uitzoeken van ons. We gingen naar de Disney Store daar zo. En daar heeft ze een hele mooie Elsa pop uitgekozen. En ik zag er allemaal Jack Skeleton spulletjes. En toen dacht ik, nee, toch maar niet. En toen aan het einde van de dag dacht ik, ja, toch maar wel. Want ik had wat centjes van mijn zus gekregen namens mijn ouders nog. We kregen altijd van hun 100 euro als we op vakantie gingen. En ja, nu zijn hun er niet meer. En toen vond Andrea het toch wel heel erg leuk om mij alsnog dat zakcentje te geven. Super lief. Dus ik vergat eigenlijk helemaal dat ik nog 50 euro achter mijn telefoon had zitten onder het hoesje. En toen leek het mij toch wel heel erg leuk om daar wat van bij de Disney Store te kopen. Online zeiden ze al dat ze gesloten waren. Het was al 8 uur voordat we daarheen gingen. En we hadden net gegeten. 8 uur gesloten volgens internet. En toen gingen we toch naar de car teruglopen. En toen kwamen we er eigenlijk zo goed als bijna langs. Dus toen besloten we toch even het straatje in te schieten om te kijken of ze echt wel gesloten waren. En ze waren dus nog open. Ha! Dus we konden nog eventjes naar binnen. En ik heb daar zo het volgende gehaald. Ik ging eigenlijk terug voor dit. Het zijn allemaal figurines. En het lijkt me dus wel heel erg leuk voor met de kerst om een Nightmare Before Christmas Village Town mini natuurgebeuren te maken. En ja, dat lijkt me heel erg tof. Dus ja, ik ga eens even kijken of ik hem open kan maken, zodat we het beter kunnen zien. Ik heb hem echt ingepakt gehouden, speciaal voor dit doeleinde. Dat ik dit met jullie wou doen. Delen. Oeps. Oké. Ook af. Oké. En het zal echt niet perfect op schaal zijn en zo allemaal, maar ja, als je het maar leuk hebt, toch? Dus dit heb ik gekocht. Dit was €35,90. En toen ik daar toch was, zag ik ook deze pop. Ik vind hem echt helemaal geweldig. En het lijkt me dan heel erg leuk om met kerst hem een kerstmutsje op te geven. Misschien kan ik hem in het klein kopen. Misschien kan ik hem gewoon lekker zelf maken. Dat zie ik wel eventjes. Hij is dus echt wel heel erg cool. En lekker groot. En lang. En lubberig. En slungerig. Ik vind hem echt super leuk. En deze was volgens mij uit mijn hoofd, weet ik niet meer, 30? Ik zou het echt niet meer weten. Ja, ik weet het niet meer. Echt heel cool. En ja, ik moest het toch meetillen, weet je. Dus dat vond ik net zo goed. Maar een leuk tasje bij kopen. Dus ja, dubbel bedrukt. En aan de zijkanten zie je ook wat Jack Skeletons nog. Dus dit wilde ik met jullie even delen. En nu had ik al wat kleine spulletjes ook al liggen van Jack Skeleton. Dus leek het me leuk om aan jullie mijn collectie te laten zien wat ik er nog meer had. Deze strik, die kocht ik bij de Flying Panther. Heet dat zo? Flying Tiger? De Flying Tiger, ja. En geen idee meer wat die kostte. Hij is ook nu echt niet meer te koop. Dat was vorig jaar. En dan kan je hem dus ja, als Jack Skeleton... Zou je je kunnen verkleden door gewoon een... Ja, ik denk dat ik iets van een gestreept jurkje dan aan zou doen of zo. En dan gewoon dit erboven en dan de smink. En misschien is dat wel heel erg leuk voor Halloween. Dus ik zag hem liggen echt voor een euro of zo was die in de uitverkoop. Zoiets echt in die trant. Dus ik denk, nou ja, weet je, dat ga ik niet laten liggen. En ik neem hem gewoon lekker mee. Ik ben ook een jaar, volgens mij in 2014, naar Disneyland geweest rond het tijd Halloween. De eerste keer ben ik met mijn vader geweest en dat was ook echt rond de tijd van Halloween. Tenminste, dat hoopten we. Vonden we toen een beetje tegenvallen, maar nu alles wat breder uitgepakt. En daar zo heb ik dit sneeuwbolletje gekocht. Als aandenken. Tevens heb ik ook nog deze foto's. Want dat vond ik ook heel erg leuk. Ja, daar heb ik echt volgens mij een uur voor in de rij gestaan. Maar deze heb ik dus daar gekocht. En wat die kostte?
Oh, staat onderop nog. Het was 12 euro. 11,95. En dat jaar, ja, even denken hoor. Mia is geboren in 2015. Dus voor, ja, in 2014 had ik ook mijn housewarming feestje. Dat was heel mijn huis, Halloween. Dat was mijn haunted housewarming feest. En dat heb ik echt, het hele huis had ik helemaal Halloween aangekleed. Dat was echt super cool. Ik heb een paar fotootjes daar nog ervan, van eigenlijk achteraf. Wat ik gewoon van tevoren had moeten doen. Maar zo zag mijn huis eruit. En mijn collega's waren er ook bij. En een paar collega's. En die hadden van mij in de Disney Store, toen we dus daar waren, hadden ze voor mij deze gekocht. 2 shotglaasjes. Mama. Ja? Ik kom. En daar zat een fles dropshot bij. Heel erg leuk. En tijdens een veelgoed swap, dat is een creatieve swap, heb ik ook wat handgemaakte Jack Skellington dingetjes gekregen waar ik echt super blij mee ben. Dat zijn deze twee bordjes. Het is van hout. En daar heeft ze dan erop geschilderd. Heel erg mooi. En ook dit bordje. Ja, super cool, super mooi. Nog steeds heel erg blij mee. Nou, dit was mijn kleine collectie van Jack Skellington. En The Nightmare Before Christmas. Ik vind de film ook echt super cool van Tim Burton. Geef dit filmpje even een duimpje omhoog als je ook heel erg van Jack Skellington houdt. Of ja, gewoon omdat je dit een leuk filmpje vond. Ja, dat kan ook natuurlijk. Vind je Jack Skellington ook zo geweldig? Of vind je mijn content gewoon heel erg leuk? Of wil je gewoon een kerkje van Vlogoween helemaal afkijken? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan daar zo beneden op de rode knop. Op abonneren. Ja, en als je dan daar toch zit, kan je net zo goed gelijk even daarnaast op het belletje drukken. Dagelijks ben ik te vinden op Facebook en Instagram. Die linken staan hier beneden in de beschrijving. En daaronder kan je gezellig een reactie plaatsen. En ik reageer altijd gezellig terug. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Doei!